Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij het Walnut Hoofdkwartier. We staan hier vandaag op de Grote Brug, midden in het hoofdkwartier. En ik heb leuk nieuws voor jullie. Ik ben eindelijk over op 1.20. Dat betekent dat de nieuwe 1.20 blokken, zoals je daar bij meneer KB zijn koffiebalie kan zien, aanwezig zijn. Laten we dan maar even snel die kant op gaan, jongens. Hele omweg moet ik wel doen, want ik was net eigenlijk op die brug. Maar je kan niet naar beneden springen, want dan ga je natuurlijk dood. Maar ik wil wat leuke dingen aan jullie laten zien. 1.20 is natuurlijk al een tijdje geleden uitgekomen. En het duurde even voordat al mijn mods up-to-date waren, voordat de server helemaal up-to-date was. Maar nu kan ik ook gewoon alle mooie blokjes zien. De nieuwe houtsoorten, de nieuwe bordjes. De toiletten zijn ook helemaal om nu. De vorige keer waren dit hele andere blokken. Maar nu zijn het gelukkig de normale blokken. En zoals je kan zien, is dit een grote pot. Dit zijn dus al die nieuwe dingen. Allemaal potten en zo. En nieuwe bordjes. Ik vind het er leuk uitzien, jongens. Ik vind het er allemaal heel leuk uitzien. Maar wij kunnen de basis nu natuurlijk niet achterlaten. Ik bedoel, meneer KB heeft helemaal prachtige nieuwe blokken gebruikt en zo. Dus ik dacht, weet je wat wij moeten doen? Even langs Marktplaats gaan. Even wat nieuwe blokken kopen. En even de feng shui van het gebouw omtoveren. We hebben hier allemaal oude bomen binnen staan. Hier voor de deur staan nog een paar oude bomen. Ik denk, weet je, we kunnen wel een beetje wat van die nieuwe natuur toevoegen. Een beetje roze hier en daar. Misschien een hangbordje. Verzin het. We gaan een paar leuke nieuwe blokken tevoorschijn toveren. En dan even de feng shui updaten. Kijk, mensen hebben ook allemaal de nieuwe armor al en zo. Kijk, dit zijn die nieuwe armor trends. Kijk hoe cool dat is. Mensen hebben gewoon gekleurde armor nu. 1.20 is echt een lijpe update. Marktplaats, wat heb jij voor mij? Ah, een sapling die ik heel graag wil hebben voor 1000 euro. Dat doen we. Ik ga er zelfs alle drie ga ik ze kopen. Deze ook. En deze ook. Oh, deze verkoopt de 5 voor dezelfde prijs. En deze verkoopt de 10 voor... Ik ben echt opgelicht zojuist. Ik heb er 3 voor 3000 gekocht. En iemand verkoopt hier 10 voor 1000. Ik ben echt opgelicht. Mensen verkopen al die templates. Verkopen ze zoveel nieuwe dingen in Minecraft ineens. Oké, maar goed. Ik heb genoeg dingen heb ik gekocht, jongens. Laten we het allemaal even claimen. Zo, ik heb 13 saplings. Dat is eigenlijk voor nu even meer dan genoeg. Want hiermee kunnen wij natuurlijk gewoon best wel veel doen. Dan moet ik heel even naar mijn kamer toe, naar mijn chestroom. Dan toveren we hier ergens boommeel tevoorschijn. We gaan meer boommeel maken. Zo, dat is wel heel veel boommeel. Gaan we ook even een schaar maken. Nou, meerdere scharen wil ik hebben. Ik wil denk ik wel 3 scharen hebben. Zo, hoppakee, die scharen. Hakken we hier buiten echt zo'n ouderwetse saaie stinkboom hakken we even om. Kan echt niet langer dat wij leven met deze soort bomen, jongens. Ik bedoel, het is 1.20 tijd. Je weet wat dat betekent. Tijd voor updates van de feng shui. Kijk, en daarom heb ik die schaartjes bij. Dan kan ik het even snel gewoon weg, want anders duurt het weer eeuwen voordat het allemaal weg is. Oké, ik ben zo benieuwd hoe zo'n boompje eruit gaat zien, jongens. Laten we hem plaatsen. We hebben hier de sapling. Die plaatsen we hier. En dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hoe ziet dit eruit? Hoe ziet dit eruit? Boom! Oh, dat is wel een lelijke versie volgens mij dit. Volgens mij kunnen ze ook mooier zijn dan dit. Ik bedoel, hij hangt er wel mooi overheen, maar ik heb volgens mij wel eens mooier gezien. Weet je, we gaan hem eerst aan de andere kant plaatsen. En dan hoop ik dat ze ook mooier kunnen zijn. Ik vind hout mooi, ik vind dit mooi. Ik vind het feit dat die blaadjes hier naar beneden vallen, vind ik mooi. Maar ik had ook gehoopt dat hij iets meer misschien naar het midden zou groeien of zo, weet je. Laten we even deze omhakken en kijken hoe die aan de andere kant eruit ziet. En in de tussentijd, jong, nou, dat blokje die had ik nodig. Oh, nu zit het weer onder vast. En intussen zetten we al die blaadjes weggaan, want ik wil niet mijn scharen verpesten. Gaan we er ook gewoon eentje hier plaatsen, want ik wil heel graag wat van die blaadjes hebben. Kijk, dus als we deze laten groeien... Oh, kijk, dit is een veel mooiere, zie je. Kijk hoeveel mooier deze is dan die. Deze gaat sowieso weg. Deze gaan we weghalen. Kijk, nu gaan we ook even van het hout hakken en zo. Dan kunnen we daar binnen allemaal leuke dingen mee doen natuurlijk. Ik bedoel, ik plaats die bomen nu niet alleen voor de sier buiten, maar ik ga ze ook gewoon omhakken. Althans, degene in het midden hier. En daar had ik eigenlijk de schade mee opgenomen. Oh, jongens, dit is zo mooi. Deze kleur. Ik vind die roze bomen vind ik zo ongelooflijk mooi. Het past ook zo goed bij de stijl van mijn gebouw. Dat hele moderne-achtig. Ik weet niet, dit... Het is een beetje een Japanse vibe, geeft het mij. Het is een beetje echt van die Japanse bomen zijn. Het van die hele roze bomen. Oké, we hebben inmiddels al heel veel. En letterlijk uit één boom hebben we al deze blaadjes. Maar ik denk dat ik nog wel wat meer wil hebben. Dus deze gaan we sowieso ook omhakken. Laten we eerst even kijken wat wij hier nu bij elkaar kunnen toveren. Waar hoort die boom te staan volgens mij? Op dit blokje hier. Zeg maar dat we nu een betere, mooiere boom, mooiere boom, mooiere boom. Oh, ja, dit is een mooie boom, jongens. Nu ga ik het ook wel laten zien. Kijk het verschil met die mooie boom hier en die lelijke boom daar. Nou, lelijke boom. Vergeleken met die is die best wel lelijk. Dus deze gaan we omhakken. Kom maar hier. En mijn schaar is stuk. Maar ik denk dat ik toch wel genoeg van die blaadjes nu heb voor binnen. Oké, alsjeblieft, boom. Spawn gewoon even een mooie. Ik wil even een mooie boom aan deze kant hebben. Oh, maar deze. Wat is dit nou weer? Wow. Oké, dit is wel een hele bijzondere dit. Maar ik vind hem wel heel leuk. Ik ben blij dat hij zo groeit. Ja, die is mooi, jongens. Dit is mooi. Oké, dan zou het leuk zijn. Wacht even, ik ga nog een schaar halen. Weet je, we maken er ook gewoon gelijk weer 3. Ik bedoel, die dingen komen we sowieso tekort anders. Zou het mooi zijn als we de omgeving zo dusdanig veranderen dat we dit helemaal zoals dit doen, jongens? Ik vraag het me af. Ik vraag het me af. En als het niet mooi is, kunnen we het altijd aanpassen. En ik wil op zijn minst deze aflevering even een poging geven. Even kijken wat jullie ervan vinden in de reacties en zo. Ik denk dat dit wel heel mooi kan zijn. Hoe ziet dit eruit? Als we nu een beetje van afstand kijken.
Het ziet er... Oh, ik denk dat dit heel mooi kan zijn, jongens, dat roze. Maar dan moeten we het wel, dan moeten we wel committen. En dat betekent dat we het echt overal... Nou, overal, op zijn minst aan de voorkant hier moeten doen. Dat dit hier ook gedaan moet worden. En dit roze... Oh, ja, jongens, we kunnen het een beetje combineren met die azalea-boompjes. Want die matchen. Maar betekent dat de bloemetjes hier ook wel... Wacht even, we gaan nog meer dingen halen. Kijk, dan moeten we eigenlijk ook nog een beetje van dit soort boompjes eraan toevoegen hier en daar. Want dan matcht het al helemaal mooi met de stijl die we willen hebben. Als we gewoon een beetje hier en daar van dat soort andere boompjes erbij plaatsen. Ik denk dat we dan, echt een stijl creëren hier, jongens. Daar is de Funk 2 niks bij. Maar nogmaals, dan moeten we wel echt committen. En dat betekent dat we deze bomen ook even moeten vervangen. Waarom ligt die blauwe blokken hier allemaal? Wat is dit nou? Oh, die zijn van dit gevallen toen ik hiermee bezig was. Ik denk al, waar komt dit vandaan? We gaan de zee weer even vervuilen. Tot ziens. Oh, dat ging duur even. Tot ziens. Plaatsen we de nieuwe boom gelijk op dezelfde locatie. En die gaat er prima uitzien, denk ik. Ja, dat ziet er leuk uit. Oh, ik ben blij dat hij zo is gegroeid. Oh, jongens, wat een nieuwe vibe hier. Zelfs aan de andere kant. Gelukkig staat hier een klein boompie. Ik heb ook nog meer blokken meegenomen. Want we kunnen natuurlijk niet alleen de bomen aanpassen, de blaadjes en weet ik wat allemaal. Als we een beetje voor de Japanse vibe gaan, dan gaan we er ook echt voor. Dus dan groeien we deze boom even. Oeh, dit is een unieke. Oké. Okay. Ik heb namelijk ook meegenomen wat bamboe. Want als we dan wat bamboe laten groeien, zoals dit... Hier, dat past ook een beetje in die stijl, weet je. Geeft een beetje dezelfde vibe, geeft het af. Moet ik wel alleen de strings gebruiken, jongens. Kijk, om... Als ik dit... Oh, dat is verkeerd. Wacht even, hoor. Als ik dit gebruik om te groeien, zo... En ik wil hem niet groter hebben dan dit. Dan moet ik dus bijvoorbeeld met een string erbovenop doen... Zodat ik hem de groei van de bamboe wel limiteer, weet je. En kijk, die strings zie je toch niet als ik dit doe. Maar anders wordt die bamboe zo ongelooflijk groot. En dan is het niet meer mooi. Hij moet wel een beetje op een normale hoogte blijven. Zoals ongeveer dit dus. Ja, daar moet er ook eentje. Daar kan een perfect bamboetje. Op dit blokje hier. Groei, groei, groei. Nog een keer, nog een keer, nog een keer. En dan string erop. Goeie tip, jongens. Als je bamboe niet te lang wil hebben, altijd gewoon een string erop plaatsen. En dan kan hij niet meer groeien. En die string zie je toch niet. Oké, dan hebben we hier en daar bamboe geplaatst. Dan gaan we nu nog even deze mooie boompjes hier en daar... Of de bloemetjes vervangen voor wat boompjes, zo. Dan nu, onze prachtige blaadjes hier... Gaan we wederom gebruiken door dit hier weg te halen, zo. Misschien kunnen we deze zelfs een beetje een mix geven. Zou dat leuk zijn? Als we het een beetje mixen? Oh, ik denk het wel. Dan houden we het groen er ook nog een beetje in, weet je. Kijk, hier is het roze met een beetje groen en dan in de middenring... Doen we voornamelijk groen met een beetje roze. En denk ik dat hier wel hetzelfde moet. Door hier af en toe gewoon een groene ertussen te doen. Zoals dit. Ja, dat is het jongens. Dat is wat ik zocht. Soms moet je het gewoon even vinden. Oeh, en nu het donker wordt jongens. Wil ik eigenlijk ook wat lanterns hebben. Dat kan... Ja. We gaan lantaarns halen. Maar trouwens, die heb ik bij me. Ik heb er een paar op mijn kop zitten. Kijk, kijk, kijk. We kunnen hier namelijk nu gewoon bijvoorbeeld hier één doen. Oh, ja. Perfect. Dan hangen we er hier eentje als het kan. Even kijken, waar kan dat? Hier. Daar. Perfect. Dan eentje hier aan de buitenkant. Daar. En dan hier. Oh, hier moeten de blaadjes nog. Maar hier. Perfect. Oh, jongens. Wat is deze sfeer geweldig. Kijk nou hoe leuk de voortuin er ineens uitziet. Vergeleken met hoe... Eerst was het ook leuk. Maar nu is het gewoon geweldig. Zo, ik ben helemaal tevreden met het resultaat. In ieder geval qua hoe de tuin er nu uitziet. Oh ja, dit ziet er leuk uit, jongens. Dit ziet er echt... De sfeer is zo leuk hier. Eigenlijk moeten we die drone... Laten we die drone een keertje weghalen. Meneer KB's drone hangt er nu al zo lang. Maar eerst even deze blokken opruimen. Alleen wil ik die blokken niet zomaar wegstoppen hier. Laten we even twee barrels pakken. En die heel even hier plaatsen, zo. Daar onze nieuwe blokken in doen. Want dan kunnen we hier zo meteen mee aan de slag gaan. Om ook binnen een beetje een upgrade te geven, natuurlijk. Hetzelfde voor deze blokken. En dan kunnen we eindelijk die drone even een keertje weghalen hier. Hangt al lang genoeg. Zo, die is ook weggehaald. Geeft ook weer een beetje rust. Wat me nu heel veel rust zou geven, jongens, is als ik die beker ook een plek heb gegeven. Dat gaan we zo meteen gaan we daarmee aan de slag. Laten we eerst even binnen de Funk 2 ook een beetje aanpassen. En dan zit ik te denken, wil ik die bomen daar dan aanpassen een beetje? Dat het in dezelfde sfeer is? Of ik denk dat het wel leuk is om dat te doen. Zeker omdat hier ook roze is, weet je. Dan trekt het roze wat meer door. Alleen die bomen zijn ongelooflijk groot. Dus als ik dat doe, dan ben ik bang dat ik alleen een beetje... Maar we kunnen het altijd even proberen, op zijn minst, hè. Dat kan sowieso geen kwaad. Door gewoon te zeggen, we halen deze boom even op zijn minst weg. En we plaatsen gewoon even zo'n nieuwe om te kijken hoe het eruit ziet. Nou, ik ben benieuwd wat er groeit in zo'n kleine ruimte als dit. 1, 2. Oh, oké. Oké, dit is niet verkeerd volgens mij. Dit is niet verkeerd voor... Oh, dit is mooi zelfs. Even kijken, hoor. Het is onvermijdelijk dat het tegen de muur aan ging groeien. Want ik bedoel, die bomen zijn natuurlijk zo belachelijk groot. Die groeien zo krom alle kanten op. Dat dit op zich wel een goede uitkomst is. Zeker als we nu gewoon de bamboe, bijvoorbeeld zoals deze, even
iets verder laten groeien. En dan alsnog een string erbovenop plaatsen. Dan alle blaadjes ook even een beetje vervangen. Extra plantjes toevoegen hier en daar. Zo een leuke lantern eraan hangen. Ik denk dat dit nog wel leuk is hoor, hoe het nu staat. Als we deze twee kanten met elkaar... Ja, oh mijn god, als we die twee kanten met elkaar vergelijken, is de rechterkant veel leuker. Ja, 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 gaan we ook aan de linkerkant doen. Bomen weg. Blaadjes vervangen. Nieuwe bomen laten groeien. Als ze willen groeien, de boomhiels op. Misschien wil deze groeien. Deze wil ook niet groeien. Dat betekent dat ze waarschijnlijk te dicht op het randje staan. Dat ik er hier bijvoorbeeld één moet plaatsen. En dat die dan wel wil groeien. Oh, deze is leuk. Wacht. Jij wil zeker niet meer groeien. Hè? Of, nee, jij wil niet meer groeien. Maakt niet uit. Plaatsen we op plekken zoals bij jou. Plaatsen we gewoon een blaadje. En dingen daarnaast, zoals dit. Laten we de bamboe even mooi groeien. Deze ook nog eentje. Maar daar willen we natuurlijk wel weer een string op plaatsen. Een mooie lantern precies op dit plek. Hier, ik zag het locatietje al. Misschien zelfs hier ook. Gewoon twee. Hoe ziet dit er nu uit van afstand? Wacht, jij moet even groeien. Zo. Hoe ziet dit eruit nu? Oh, jongens, wat leuk. Dit is toch prachtig. Dit vind ik echt geweldig. Kijk, de nieuwe feng shui van het hoofdkwartier nou van binnen. Heel leuk. Matcht het ook mooi met meneer KB's koffiebalie. Meneer koffiebalie natuurlijk. En dan zou je zeggen, we zijn klaar. Ik snap dat je dat zou zeggen. Het is een logische manier om te denken. Maar is niet waar. Want als we hierboven komen, hebben we hier ook nog heel veel feng shui. Dus ik dacht, is het nou leuk om alles te vervangen? Gewoon een beetje. Dat we gewoon echt helemaal de make-over doen. Ik bedoel, het zou geen kwaad kunnen. Ik denk dat iedereen het ook wel leuk vindt als ze dan in het kantoor komen. Dat alles in één keer er anders uitziet, weet je. Dat heel het kantoor in één keer een make-over heeft gekregen. En dan bedoel ik ook echt alles. Elk blaadje, elk groen dingetje wordt gewoon roze. En dat betekent ook dat heel veel plantjes zoals dit gewoon vervangen worden voor de nieuwe. Niet allemaal. Absoluut niet allemaal. Maar wel gewoon een redelijk groot aantal wordt vervangen. De cactus en de bamboe hou ik, want die representeren nog steeds een beetje dat Aziatische gevoel dat ik wil hebben hier. Daar oppassen, mijn saplings zijn bijna op. Dan hier in mijn kantoor. Oeh, daar heb ik deze gebruikt. Daar kan ik nu een beetje een mix van maken. Als ik nou gewoon zo doe. Huh? Wat? Oké, dat mag blijkbaar niet. Oh, dit is wel leuk. En dan deze in plaats van deze erin, doen we er zo een azalea boompje in. Oh ja, 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 ja. De buitenkant een beetje vervangen. Wat een feng shui alweer dit. Nu daarboven nog eventjes. Maar daar ben ik gelukkig heel snel in. Zo, deze kleine mini timelapse is ook weer gedaan, jongens. De feng shui in het kantoor is nu helemaal... Mwah, mwah, mwah. Gewoon heel mooi. Maar ik bedacht me, er is nog één dingetje wat ik nog niet helemaal tevreden over ben nu. En je kan het eigenlijk al zien. Ik heb hier de nieuwe bamboe planks. Ik heb 4 stukjes. Ik had er meer, maar die heb ik al gebruikt, jongens. Want het leek mij leuk om het spruishout... woorden zijn af en toe heel moeilijk. Om het spruishout dat we hier hebben te vervangen voor bamboehout. Ik denk, we hebben nu die hele lichte roze blokken en zo. En dan die donkere spruce planks en zo. Het mismatcht een beetje. Dus de planning is om al het hout even een keertje te vervangen voor de nieuwe bamboeplank. Kijk, spruishout is veel mooier dan bamboehout, al zeg ik het zelf. Maar ik denk dat het leuk is om wel gewoon die nieuwe blokken te gebruiken. Wow, ik heb mijn camera verschoven. Wacht even. Zien jullie het? Mijn camera staat niet goed. Hij moet zo ongeveer. Toch? Klopt dit? Zo? Staat hij goed? Ja, volgens mij wel. Oké. Okay. Nogmaals, we gaan verder. Als jullie het niet eens zijn met de blokkeuze, kunnen jullie het nu achterlaten in de reacties. Maar ik vind het heel mooi en ik denk dat jullie het ook heel mooi gaan vinden. Maar voor dit blok hebben we echt behoorlijk wat bamboe nodig. En ik heb al mijn bamboe volgens mij opgemaakt. Wat we dan even doen is deze hier hakken. We hebben toch nog boomhiel bij hem. Hier, kijk, hakken we deze om. Laten we hem even groeien. Zoals dit. Tot daar weer. En dan gaan we deze bamboe gaan we nu ergens even beneden farmen. En daarvoor hebben we eerst dirt. Nou, hebben we dirt bij ons? We hebben geen dirt bij ons. Gelukkig hebben we heel veel dirt hier. Zo. Dan springen we even naar beneden. Ik hoop dat ik dit ga overleven. Ik ga gewoon een sprong maken. Is dat? Zo sukkel. Niks aan de hand. Laten we de bamboe gewoon even planten en omhakken. Kijk, hoppakee. Dan krijgen we heel veel bamboe, jongens. Op deze manier. Gelukkig is het niet het moeilijkste blok om te farmen. Enig is het kost wel behoorlijk wat boomiel. Daar moet ik wel rekening mee houden. Want, ik ga even aan jullie laten zien hoe duur die blokken zijn. Ik heb nu 37 bamboe. Dat tover je om hier tot bamboe bloks, volgens mij. Ja, blok of bamboe. En dat kan je omtoveren tot planken. En daaruit moet ik trapdoors, signs en stairs maken. Dus ik ga even wat meer, hoe noem je dat, boomhiel halen. Die gaan we nodig hebben. Het ziet er zo mooi uit hier binnen. Ik vind die nieuwe blokken vind ik zo ongelooflijk leuk, jongens. Dat roze overal is zo leuk. Oh, ben ik blij dat ik één bamboe overhoud, trouwens. Oké, we maken even helemaal boomhiel op. En dan gaan we daarna aan de slag.
Wat kom jij doen? Ik rij me om en er staat in één keer een schaap naast me. Zo apart. Hey meneer KB! Wat gezellig! In één keer is hij er! Hallo meneer KB, wat er gebeurt er allemaal? In één keer een schaap, meneer KB. Hij gaat sowieso zijn nieuwe kantoor even bekijken. Ik hoop dat hij de functioneel leuk vindt. Zo, mijn boommiel is op en we hebben bijna 2 stack bamboe. Dat komt heel goed uit, want hiermee kunnen wij natuurlijk gewoon de blokken, 6 blokken voor een stack. Dat slaat helemaal nergens op. Oh, wat krijg je hier weinig dingen uit. Zo. En dan halen we hier uit veel te weinig hout. Echt veel te weinig. Dan gaan we eerst trapdoors maken. Maken we daarna een paar stairs. Ik denk nog één. Zo. Dan een paar signs. We hebben veel meer nodig, jongens. Veel meer dan dit. Trouwens, ik heb ook dat roze hout. Daar wil ik ook even goed naar kijken. Laten we dat meenemen, dat roze hout. Kijk, want als we dit nu vervangen hier gewoon, dit hout en zo. Ik denk dat het veel meer rust gaat geven. Zo op deze manier. Oh, het gaat, ja, dat gaat veel meer matchen met alle lichte blokken die we hebben. Dat donkere blok hier. Leuk, mooi blok. Ik hou van sproes, mijn favoriete hout. Maar het was niet een goede match met de rest hier. En dat is bamboehout in dit geval wel. A few moments later. Oké, jongens, terwijl wij de rest ook mooi aan het omtoveren zijn naar heel veel boeken, of heel veel bamboe te hebben gemaakt en zo, zien we dat meneer KB eindelijk zijn nieuwe kantoortje heeft gevonden. En we hebben een live reactie. Hallo, ik ben meneer KB en ik vind het een prachtig kantoor dit. Ik wil graag de opperbevel hebben Walnoot bedanken. Hij is de beste baas die ik ooit heb gehad en zonder hem was ik niks. Zonder hem had ik echt nog maar in mijn eentje tegen Rick Force wacht. Nee, wacht. Terug naar de camera hier, ja. Zonder hem was ik nog maar een normale chefkok. Nu ben ik chefkok plus. Hier heb je trouwens een trip door. Dank je wel, Walnoot, je bent de beste. Nou, wat een lieve woorden van meneer KB dit. Wat een lieve woorden van meneer KB. Ik moet ook zeggen, je bent ook een goede chefkok. Intussen zijn wij lekker alles aan het omtoveren. Zo, en hij heeft een nieuw kantoortje gevonden. Ik ben blij voor hem. Hij heeft echt een prachtig kantoor. Mijn trapdoors zijn op en ik kom er nog eentje tekort. En ik heb hem... Oh, wat irritant. Ik heb er eentje gestolen van een stoel waar toch niemand naar kijkt. Die gaan we hier plaatsen. Zo, hoppakee. Dan gaan we de bordjes ook aanpassen. Kantoor van opperbevelhebber. Oh, dat kan net niet. Dan maar gewoon Walnoot. En dan hier. Chestroom van Walnoot. Hier. Oh mijn god, hoe heeft hij dit helemaal geschreven? Wacht even hoor. Min is plus is min. Kantoor van Erik, part-time medewerker. Min is plus is min. Kantoor van part-time medewerker. Part-time nog wat. Erik. Ik weet niet meer wat er stond. Zo. Kantoor van groene shirt gast. Zo. Oh ja jongens, dit ziet er mooi uit. Oh, de deuren natuurlijk. Die moeten ook nog. We hebben nieuwe deuren nodig. Misschien zijn de roze deuren wel een mooie optie. Wacht even hoor. Hoe zien die eruit? Die heb ik nog niet gemaakt. Wow, dat roze hout is mooi. Wat? Oh, maar deze roze hout is echt heel mooi. Oh my days. Ik weet niet of het past. Maar ik vind dat roze hout vind ik echt geweldig. Laten we gewoon overal even roze deuren toevoegen. Ah, hij heeft een ijzeren deur. Verdomme Erik, met je part-time medewerker. Kijk de feng shui nou eens mooi zijn hier. Kijk, hoe, dit moet ook nog even anders. Wacht. Hoe zien deze trapdoors eruit? Zijn deze mooi? Of is roze trapdoors te veel? Wordt dat misschien te veel? Ik wil niet overdrijven met al deze blokken, jongens. Echt niet. Maar we moeten de deur van meneer KB vervangen. Ik weet niet of dit te veel gaat zijn als we dit ook roze maken. Misschien dat het dan een beetje ja, ik weet het niet. Het is wel hele mooie trapdoors zijn dit. Zeker omdat het kwarts eronder zit, dat het witte dan doorheen komt. We gaan het gewoon eens proberen. Als het niks is, dan haal ik het weer weg. Dat is makkelijk, hè, Minecraft. Ik heb een idee. Ik heb een heel goed idee, jongens. Ja. Wat zijn we weer? Mensen met goede ideeën af en toe, hè. Voelen zich zo slim. Kijk, wat nou als we hier dan dit weghalen, zo. En ik vraag me af. Deze blokken, oh, die kunnen ook weg. Kan die weg? Nee, dit is een lamp. Oh, wat irritant. Ik heb wel een idee. Kijk, als we dit nou gewoon allemaal weghalen, zo. Dan er even uitklimmen, want ik zit vast. Even wat blokken opruimen, want ik heb veel te veel blokken bij me. Dat wilde ik ook weer ophalen. Oh ja, ik weet wat ik wilde halen. Kijk, dan gaan we hier langzaam zo er weer in. Vervangen we al deze blokken hieronder. Die vond ik zo mooi omdat ze wit waren, maar geen zorgen. Die houden we natuurlijk, want het wit is inderdaad heel mooi. Maar hoe we dat willen hebben is deze keer met stairs. Zo. Misschien deze niet, omdat we dan toch nog de belichting houden. Dat het een beetje licht blijft. Zie je? Anders werd het zo donker hier binnen. En dan hier. Zo. Ja, oké. En dan hier water in. Oh, ik heb de buckets mee, maar ik ben water vergeten. Hoe... Stom. Wacht, deze kunnen trouwens ook vervangen worden, deze blokken. Hier, daar kan ook gewoon blauw op. Dan matcht het wat beter. Laten we even snel water halen. Kunnen we natuurlijk gewoon hier doen. 1, 2, 3. Waarom doe ik 3? Ik heb hem... Oh god, ik heb er maar 2 nodig natuurlijk.
Ik vind het kantoor zo ongelooflijk leuk op het moment, jongens. Kijk dit nou. Kijk hoe... Het is wel een beetje roze overal, maar het, zeg maar, de lichte blokken met zoveel beter... Met het hele idee achter hoe het hier eruit moet gaan zien. Kijk, kunnen we hier het water helemaal opvullen? Zo. En dan dacht ik eraan om hier dan glas op te plaatsen of zo. Of om er gewoon vissen in te laten zwemmen. Dit is feng shui, meneer KB. Feng shui. Oh, gaat hij het opschrijven? Oh, Discord berichtje. Ik dacht dat je feng shui ging zeggen. Oké, ik heb op zijn Discord bericht gereageerd. Nu komt hij. Feng shui. Feng shui. Ja, feng shui. Kijk dit nou. Hier moeten we vissen in hebben. Hier moeten we echt vissen in hebben. Heb ik nog boommeel over? Nee, wacht. Ik heb een idee. Volgens mij heb ik hier ergens... Ja, Martin. Martin, het is jouw tijd om te shinen. En nog een heel klein beetje boommeel graag. Zo. Kom maar mee, Martin. Ik heb een locatie voor je gevonden. Jij mag voortaan wonen hier. En dan doen we een beetje boommeel, dat het gewoon wat gras bijgroeit en zo. Kijk dit nou. En dan in het midden zit het glas, waardoor je gewoon zo... Oh, je kan... Wacht, kan je dat vanaf beneden goed zien? Misschien kan je Martin wel zien zwemmen vanaf het beneden nu. Hoe leuk is dat? Even kijken hoor. Oh, het is wel wat donkerder nu daar op het plafond in het hoekje. Maar je kan het water zien. Martin, ben je daar? Martin! Hallo Martin! Misschien zien we hem wel heel even zwemmen als we lang genoeg... Oh, ik zag hem. Ik zag een stukje bewegen. Oh, ik zag hem weer. Kijk, daar zag je hem. Lekker Martin. Ja, dat water hier in het midden is leuk. Dan heeft de tafel nu ook gewoon nog wat meer... ja... Feng shui. Beter kan ik het niet beschrijven. Dan is het tijd om mijn kantoor ook even om te bouwen. Oh, maar mijn blokken zijn een beetje op. Die is wel heel taai, hoor. Gaan even nieuwe halen. Het is niet zo moeilijk, jongens. Het kost alleen maar boommeel en meer niet. Voor de rest is het een hele makkelijke manier om blokken te regelen. Oké, we hebben van alles en nog wat bij elkaar verzameld, jongens. Ik ben er zelfs achtergekomen dat als je deze twee blokken zo bij elkaar doet, dat je een heel ander soort bamboeblok krijgt. Ik ben alleen signs vergeten maken. Maar dat komt goed. Signs kunnen we nog maken. Dan hebben we het andere hout bij ons waarmee we sticks kunnen maken. En dan kunnen we zo heel wat signs. Oeh, maar ik wil... Oh, en trouwens, deze zijn voor detailblokken. Dan zeg ik, je hebt nu ook die hangende signs natuurlijk. Ik ben benieuwd of dit ook mooi gaat zijn in het bureau of bij het bureau. Oeh, die donkere blokken daar op zich. Die zijn nog niet zo verkeerd. Even kijken hoor. En een donkere stoel op zich ook niet. Kijk, de donkere stoel matcht wel heel erg. Ja, dit kan wel leuk zijn. Oh, jongens, kijk dit nou. Kijk dit nou. Ja, ik ben helemaal tevreden met het resultaat, jongens. De feng shui in het kantoor is goed geüpgraded. Oh, meneer KB is echt van alles aan het doen, joh. Hier moeten we ook nog eventjes deze extra dingen toevoegen, zo. Ziet er leuk uit. Kijk die leuke roze blaadjes die hier nu ook naar beneden vallen. Gewoon door het kantoor. Hoe cool is dat? Vliegen overal gewoon van die roze blaadjes. Eigenlijk zijn het meer pixels, maar... Het ziet er mooi uit. Vertrouw het proces, staat erbij. Dit wordt extreem feng shui. Ja, kijk, zo willen we het horen. Nu we toch bezig zijn, jongens, in het kantoor, dacht ik dat ik hier misschien ook wel wat leuks kan bouwen. Kijk, als we zoals dit doen... Oh, mijn hout is op. Wacht even, hoor. Ik ga even kijken of dit wat leuks kan worden. Nou, dat wordt wel te roze. Dit is nu... Ik zie het nu al. Dit is te roze. Wacht. Dit moet niet het roze blok zijn. Wat duurt het lang om dit blok te hakken, hé? Ik heb gewoon een X met efficiëntie. Ik heb helemaal geen efficiëntie op mijn X staan. Oh, dat verklaart. We gaan nog meer feng shui. Gewoon nog meer feng shui. We kunnen niet genoeg krijgen van de feng shui. Maar hier gaan we een heel bijzonder vloertje in doen, jongens. Als dat kan. Kan ik dit witte weghakken? Nee, dat kan ik niet weghakken. Ik wou zeggen, dan kan ik namelijk azalea-bomen plaatsen. Maar dat gaat helaas niet. Dus het moet wel gewoon dirt worden. Even goed kan ik deze dan hier en daar even plaatsen. Maar dan moet wel... Wacht, ik moet een grasblok hebben, anders werkt het niet. Hier, even vervangen voor gras, zodat het even door kan groeien overal. Ik weet niet hoe lang dat duurt, maar ik heb niet zoveel gras. Wow! Wat gebeurt er met het kantoor van meneer KB? Oh my days, hij is hem helemaal aan het verbouwen, joh. En dan dacht ik eraan om een soort van custom kleine azalea-boom te bouwen. Of azalea, hoe heet het? Cherry? Gewoon een kleintje, weet je? Dan ben ik benieuwd hoe dit eruit gaat zien als ik het gewoon zelf dus custom doe. Het is niet echt de bedoeling dat het het plafond of zo aan gaat raken natuurlijk. Nou, dit kan er op zich nog wel eens leuk uitzien. Oh my days, kijk dit nou. Wacht even, ik moet even referentie hierboven vinden. Hoe zien die bomen eruit? Je ziet meer van het hout zelf, dus even kijken hoor. En er hangen op zich wat blokjes hangen er aan de onderkant, zo te zien. Dus het mag wat meer ook zoals dit hangen. En dan dit blok zo. Zo. Zou dit kloppen? Denk het. Als we er ook nog eens een leuke lantern aan hangen dan. Hier zo. Hoppakee. Kijk wat een vibe. Er hangen nu, er vallen ook bloemetjes daar vandaan. Ik vind het geweldig, jongens. Ik vind de feng shui in het kantoor ineens... Het is een heel ander kantoor geworden, dit. Het lijkt niet eens meer op het kantoor van een paar afleveringen geleden. Net zoals meneer... Zeg maar, als je het aflevering... Ik kan even niet praten. Als je in het begin van deze aflevering dacht... Ik weet niet of dit er zo leuk uit gaat zien. Weet je wat meneer KB dan altijd zegt? Vertrouw het proces. Dit wordt extreem feng shui. Onthoud die zin, jongens. Dat is een belangrijke zin in het leven. Je moet even wachten tot dit allemaal mooi volgroeid is. Dan kunnen we wat boommeel erop plaatsen. Dan, nu we toch bezig zijn met van alles en nog wat... wil ik hier ook even een klein tuintje maken, jongens. Gewoon even voor de gezelligheid. Dan kom ik wel gras tekort, dus dat moeten we dan weer even opnieuw halen. Maar voordat we dat doen... Even kijken, hoe gaan we dit doen? Ik denk gewoon zo.
Dat dit pad gewoon er... Ja, dit gaat zeker een rechtstreeks pad worden. Kijk, het loopt gewoon helemaal door zoals dit nu. Gaan we hier heel even één gras stelen. Sorry, grasblokje, ik heb jou nodig. Hop. Oh, ik moet het niet terugplaatsen. Zo, plaatsen we dan hier, zodat het langzaam door kan groeien. Boomiel erbij. Dat is boven namelijk inmiddels al wel een beetje mooi volgroeid. Wat we dan doen is even wat gras plaatsen. Bloemetjes halen we weg. Ik wil alleen gras hebben. Zo. Hier kan het helaas niet, omdat de blokken er staan. Dan gaan we hier ook wat leuks plaatsen. Even denken. Hoe gaan we dat doen? Ik denk dat dit een soort van tegen de muur aan is gegroeid. Ik denk dat dat wel leuk is. Maar blokken zijn wel op, dus ik moet wel voorzichtig zijn. Maar hier, dit is er gewoon tegenaan gegroeid. Wat dachten we daarvan? Ik denk dat dit wel leuk is, zoals dit een beetje. Wacht even hoor. Dit ziet er prachtig uit, jongens. Ik zie nog even een button erop als ik dat zou hebben. Die heb ik helemaal niet. Ik heb niet meer hout. Nee, het is op. Zo dan maar. Prima. Leuk genoeg. Deze kamer hou ik wel gewoon even lekker zoals dit. Puur omdat, ja, ik kan deze kamer wel helemaal mee overgeven. Maar dit is alleen mijn simpele chest room. Dus dat hoeft niet echt, vind ik. Zolang de functie hierboven maar leuk is. Zo, dan denk ik dat we helemaal klaar zijn. Waarom kijk ik naar deze muur? Ik denk dat we helemaal klaar zijn met het omtoveren van het kantoor. Maar, zeg maar, toen ik deze aflevering begon, dacht ik, weet je, we hebben eigenlijk 1.20. We gaan het hele bedoeling hier even een keertje 1.20 maken. Het enige wat ik niet heb gebruikt zijn die nieuwe signs. Maar ja, ik denk ook niet dat ik die heel erg mooi ergens kan verwerken. Want ik bedoel, signs zoals dit komt gewoon nu wat beter uit. Anders moet je zo gaan kijken wat nou erop staat, weet je. Kijk, in zijn geval klopt het omdat je aan kunt lopen. Maar ik vind het hartstikke leuk geworden. En willen jullie nou dat ik de hele omgeving ook daadwerkelijk even de nieuwe blokken geef? Laat dan even de reacties weten, want we hebben hier natuurlijk nog de oude... Nou, de oude, de normale bomen en de normale blaadjes. Maar vinden jullie dit nou leuk? Laat het zeker even weten. Dan is het voor nu in ieder geval tijd om deze aflevering af te sluiten. Vonden jullie het nou leuk? Laat het zeker even weten door een duimpje omhoog te doen. Ik wil zeggen in de reacties, maar door een duimpje omhoog te doen. En abonneer zeker even. We zitten inmiddels op de 301.000. Volgens mij bijna 302. We gaan lekker door naar de 400.000. In ieder geval voor nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige content van seizoen 2,5. Doe, heb je die nou nog niet gezien? Moet je hem zeker even kijken. En nu spreek ik later. Glaasje water, tot de volgende keer.